Als ik met 4 mensen een bedrijf start in de Verenigde Arabische Emiraten, kunnen die dan alle 4 een investorvisum krijgen? Of zijn daar minimumpercentages voor wat betreft het aandeelhouderschap? Ja, dat is een bijzonder goede vraag. En het verrassende antwoord is, verrassend omdat alles rondom visa heel streng is en ingewikkeld, het verrassende antwoord is dat er eigenlijk geen echte minimum eisen zijn. Er zijn free zones die zeggen minimaal 5%, maar dat is de minderheid. Er zijn free zones die zeggen tenminste 5 aandelen, maar ja, als je er 10.000 uitgeeft, dan zijn 5 aandelen maar heel weinig in procenten. En er is 1 free zone die zegt minimaal 1/4, dus dat is nog substantieel. Maar er zijn 40 free zones en verreweg de meeste zeggen gewoon nee. Een investor is iedereen die een aandeel heeft, ongeacht hoe groot, in het bedrijf. Betekent dus dat die persoon ook een investor visum kan krijgen in de Verenigde Arabische Emiraten. In theorie heb je 20 vrienden en vriendinnen die 1 bedrijf gaan starten, dan zouden ze alle 20 een investorvisum kunnen krijgen in de Verenigde Arabische Emiraten. Enige eis kan wel zijn dat in het businessplan duidelijk moet zijn dat al die investors een soort van levensonderhoud kunnen hebben via het bedrijf. Stel je voor dat je een bedrijf hebt en in het businessplan staat dat je maar een omzet draait van pak een beetje $30.000 per jaar. En je gaat zeggen dat je 20 aandeelhouders hebt die allemaal een investorvisum moeten krijgen. Dan denk ik dat het niet goed komt. Maar de eisen zijn dus eigenlijk veel minder streng dan je zou verwachten.